Ik ben op het Linda Meijden Festival en we hebben net een Q&A gedaan. En ik ben nu aangekomen bij onze sieradenstand. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Ik ben gisteren teruggekomen uit Parijs. Maandag ga ik weer naar Parijs. Maar vandaag ben ik thuis en ik ga zo naar het Linda Meijden Festival. Daar doe ik een meet and greet om 11 uur uit mijn hoofd, geloof ik. Dus ik word nu opgehaald over 10 minuten. Dus ik ga eventjes mijn haar afmaken en make-up. En dan zie ik jullie zo. Ik ben op het Linda Meijden Festival en we hebben net een Q&A gedaan. En ik ben nu aangekomen bij onze sieradenstand. En het ziet er echt super mooi uit. Het ziet er echt heel goed uit. We hebben dus allemaal nieuwe sieraden binnen. En allemaal leuke verpakkingen. We hebben deze allemaal weer binnen. We hebben ook onze rainbows weer, hè? Hopelijk zijn die er nog na vandaag voor online. En deze allemaal nieuw binnen. Die hartjes. Hier hadden heel veel mensen naar gevraagd. Maar die zilveren die hebben dus weer binnen. Nog maar één van deze. Ik heb de laatste hier. Oh shit. En natuurlijk de cases hebben we binnen. En hier allemaal leuke foto's. En we hebben daar nog wat piano. En hier hebben we de voorkant. Echt super cool. Oké, ik ben weer thuis en ik heb net even nog een fotootje gemaakt voor Insta. Dus ik heb iets anders aan dan op het festival. En nu ga ik even snel op de computer iets doen. En dan wachten tot Olly wakker is en dan gaan we naar mijn oma toe met Sander en Olly. En dan nog naar een babybottle. Hey guys, ik zeg nog steeds hey guys. In de vorige vlog had iemand gezegd, je had het erover dat je het niet meer ging doen en nu blijf je het doen. Dus bij deze zal die alvast. Ik denk niet dat ik er vanaf ga komen. Ik zit in de Thalys en ik ga naar Parijs vandaag. Op een perstrip met Cartier. Voor de lancering van een nieuwe parfum. Dat heet Carrot. En ik ga jullie gezellig meenemen. En ik ga vanavond weer terug. Dus ik slaap lekker thuis. Maar goed. Wij zijn aangekomen. De lunch. We hadden heel lekker bloemetje erbij gedaan. Oh, ik heb die mini al mijn tas gedaan van Carrot. We zijn aan het eten. Quinoa salade en nog een salade. Wij zijn net naar een diamond conferentie geweest. En dat was echt super leerzaam. Ik wist helemaal niet zoveel over diamanten. Dus het was echt super leuk om alles te leren. En daarna hadden we een meeting met Mathilde Laurent. Volgens mij zeg ik haar naam goed. Zij heeft het nieuwe parfum voor Cartier gecreëerd. En haar hele kantoor, ik heb een beetje gefilmd. Was echt één groot weergave van haar creative brain. Dus het was echt super leuk om te zien. En nu zitten we in de bus. En het is zo mooi. Parijs. Het licht is zo mooi. Oh, sorry. En nu gaan we naar het pers-event van Cartier. En dan krijgen we ook al nieuwe sieraden en lancering en alles te zien. Dus dat zal ik ook eventjes filmen. Oké, ik heb dus een trui aan, jongens, die is zo statisch. Kennen jullie dat? Als je een tip ervoor hebt, let me know. Mijn haar plakt aan mijn lichaam. Het is allemaal kut. Maar goed, ik heb dit aan en ik vond het gewoon leuk. Maar kijk, je ziet het hier zelfs. Het plakt gewoon aan mijn lichaam. Ik wil het nu uitdoen. Wij zijn nu klaar bij de rendezvous persdag van Cartier. We gaan nu even snel nog wat eten en dan gaan we weer met Thalys naar Amsterdam. Dus het was best wel een quick day in Paris.
En hopelijk nog even een fotootje maken, want het is zo mooi met alle herfstkleurtjes die hier overal zijn. Dus ja. Ik weet dat het heel erg is, maar ik zit weer bij Lavenu. Weer hetzelfde. Ik zit in de auto. En we gaan terug naar Gare du Nord. En het beste is als een auto snoepjes heeft. Maar dit is kersen. Ik denk dat ik die oranje ga nemen. En ik hoop dat we op tijd komen. Want we zijn best wel laat. En het is best wel druk ook eigenlijk. Onze Thalys is om 7:30 en dit is de laatste vandaag. Ja, maar we zijn al wel in de buurt. Ja? Volgens mij wel. Het laatste gedeelte zoals het verlegen wordt. Ja. Nou, daar doen we al. Ja. Hey guys, good morning. Het is dinsdagochtend en ik ben weer lekker thuis. En het regent, maar het is echt gezellig herfstweer. Sander is hier, die is aan het werk. En Olly is daar ergens aan het spelen. En ja, ik ben echt blij dat ik even thuis ben. Ook met het idee dat ik even niet weg hoef. Dus dat is heel chill. Ik was gisteren uiteindelijk rond 12 geloof ik terug uit Parijs. En toen heb ik nog heel veel series gekeken. Dus ik heb best wel weinig geslapen, maar het maakt niet uit. Vandaag moet ik gewoon weer werken. Ik ga straks naar kantoor. Ik ga zo naar de dokter, want ik loop echt al maanden met een soort van blaasontsteking rond. Dus ik ga eventjes dat checken bij de dokter. En ik heb een superleuk pakket weer binnen van een nieuwe webshop. Het is Nederlands, dus ze verzenden gewoon in Nederlands. Ik dacht het is leuk om op YouTube te laten zien, omdat jullie allemaal Nederlands zijn. En het heet de It List. En ik heb daar een aantal items van binnen. Ja, die ga ik nu nog even in deze vlog laten zien. Dus als je het leuk vindt, kijk gezellig mee. Ik ga alles weer even in deze spiegel laten zien, want dat vind ik het chillst. En ik heb eindelijk, die heb ik op deze webshop gevonden, de perfecte zwarte flared broek. Die zeg maar gewoon echt flared is. En ik hoop dat jullie hem goed kunnen zien. Kijk, hij zit echt super lekker. En gewoon hier ook echt strak zit, want dat heb ik heel vaak niet. Dus ik ben hier echt super blij mee. Ik heb nu geen schoenen eronder aan en hij is zo hoog. Dus die hou ik ook aan vandaag. Dus dat is het eerste wat ik van deze shop heb. En ik zal alle linkjes hieronder zetten naar de items. Dus het eerste item is deze zwarte flared broek. Dit is echt top. Ik heb dit al zo lang niet gehad. Dus ik kan nu weer lekker in wonen de komende maanden. Oké, het volgende item is deze jas. Ik vind hem echt super leuk. Ik heb hem nu gewoon aan met spijkerbroek en een crop top. Maar ja, I love it. Dit is het materiaal. Kijk eens. Kan je het zo zien? Een soort van fluweel. En hij zit heel mooi, want hij is niet heel zwaar, maar hij is wel zeg maar iets zwaarder. Dus hij valt gewoon, vind ik zelf, heel erg mooi. En is ook leuk voor kerst en zo. Dus daar ben ik heel blij mee. Is ook leuk misschien nog met een riem erover. Oké, het volgende item. Dit koop ik echt elk jaar. Is deze puffer jacket. En deze zwart fluweel. Ik denk dat Bibi dit ook heel leuk gaat vinden. En die is mega chill. Ik vind het altijd leuk om het zeg maar een beetje zo te dragen. Alleen dat is voor buiten niet zo leuk. Maar hij is mega chill. En hij heeft een hoge kraag. En trouwens, mochten jullie benieuwd zijn. Deze items zijn allemaal niet heel erg duur. En heel goed te betalen. Dus ga het even checken. En hij is super warm. Ik heb volgens mij een small van deze jas. Hij is achter zo lang. Kijk. En binnen is hij zo. Dus super nice. Deze hou ik denk ik ook aan vandaag met die zwarte flared broek. Want het is echt zo kut weer. Tenminste, nou ja, dat zien jullie niet vanaf hier. Maar het regent. Het volgende jurkje is dit jurkje. Echt zo'n mooie kleur is het. Helemaal nu met de herfst. Hij is een beetje ongestreken, sorry. Ik had hem misschien even moeten strijken. Maar ik hou van satijnen dingen. En dat staat ook altijd zomaar op de foto op de een of andere manier. Satijnen dingetjes. En ik vond het jurkje ook echt super leuk. Ik denk dat ik dit met witte laarzen ga aandoen. Of met mijn overnieuw laarzen. Dat kan nu nog wel. Oké, ik ben zo blij met dit jurkje. Dit is letterlijk, ja, dat kunnen jullie nu niet voelen, het allerzachtste jurkje ever. Het is echt niet normaal. Ik wil gewoon dit zeg maar als deken hebben. Hij is zo zacht. En ik vind hem dus heel leuk met mijn witte laarzen.
Ik vind het echt een hele leuke outfit. Ik wil dit aan. Ja. Ik denk dat ik dit het leukst vind. Van wat ik tot nu toe heb uitgepakt. Maar misschien komt het ook omdat hij zo zacht is. I love it. Het volgende jurkje is deze. Die is ook echt super zacht trouwens. En ik vind dit echt qua kleur en materiaal ook echt super mooi voor... Deze past trouwens ook echt heel goed bij mij. Qua fit. Leuk voor de herfst. Qua kleur en materiaal en zo. En hier zit dus geen randje in. Dat vind ik wel mooi. Dat zeg maar heel vaak als je dit soort jurkjes hebt, heb je zeg maar dat dit spul hier ook zit. En dat is hier dus niet zo. En dat vind ik wel heel mooi. En hij zit ook heel lekker. Laat even weten wat jullie het leukste item vinden. Van alles dat ik laat zien. Oké, en het laatste item is deze broek. Dit gaat echt zo'n love-hate ding zijn. Ik hou echt van dit soort dingen. Ook omdat ik het op de foto altijd heel cool vind. En ik hou van alle metallic dingen. Het is dus een legging. Hij is ook super zacht. Ook al ziet dat er misschien niet zo uit. Ik vind hem heel cool. Ik heb geen schoenen aan. Ik zag even hakken aan moeten doen. Maar I love it. En ik ga nog even een half uurtje in bed werken voordat ik naar de dokter en kantoor ga. Maar ik ga wel de vlog afsluiten, want die komt morgen alweer online. Dat was ik vergeten. Dus ik hoop dat die een beetje leuk was. Volgens mij heb ik weer van alles en nog wat gedaan. En ik zie jullie zondag weer. En vergeet niet te abonneren.